Hé, daar komt iets heel groots over het veld. Vliegt over het veld. Gaat een buizerd gaat in een boom zitten. Ik zie hem hier zitten. Die zat. Is daar een tweede ook bij? Ja, er zijn er nu twee daar. Nou ja, dat is mooi. Kijk, want dat is ook wel leuk. Want buizerds houden elkaar ook in de gaten. Als ze zien dat er een thermiekbel gevonden is. Kijk, er komt een derde bij. Derde. Nou, hier wordt het bewijs al geleverd. Ja. Dus op het moment dat een buizerd een thermiekbel gevonden heeft, dan zien andere buizerds dat ook. En denken, oh, wacht even, dan kan ik ook gratis mee op de lucht naar boven. Want wat is zo'n thermiekbel? Nou, dat is eigenlijk een plek waar de warme lucht nog harder naar boven gaat. Hè? Want warme lucht stijgt. Ja. Dus de warme lucht gaat altijd omhoog. En dat is op de ene plek is dat veel sterker dan op de andere plek. Ik heb wel het idee dat je ze nu ziet stijgen. Heel langzaam. Je ziet ze in ieder geval niet met hun vleugels slaan. Nou, bij echt hele sterke thermiek, nou, dan gaat het echt keihard. Ja, ja. Gaan ze echt heel hard omhoog. En dan zitten ze zo op honderden meters hoogte. Ja. En dan laten ze zich afzeilen. En dan, dat gaat in zo'n zwakke hoek. Dat ze echt wel kilometers kunnen afzeilen. Om vervolgens daar weer te kijken van waar is een andere buis, waar is een andere rof uit daar. En dan vliegen ze daarheen, dan stijgen ze weer omhoog. En zo vliegen ze in oktober vliegen ze naar bijvoorbeeld Midden-Frankrijk. En waarom vliegen ze graag op thermiek? Omdat ze feitelijk kost het ze te veel energie om hun gewicht met spierkracht te verplaatsen. Ja, buizerd is natuurlijk een zwaar beest. Het is een zware vogel. Die buizerd is toch behoorlijk geklommen. Zeg. Hij is nu twee keer zo hoog. Ja, ja. Die onderste die krijgt de bel niet. Die mist de bel. Ja. Kan natuurlijk ook. Het kan ook nog een beetje onhandig zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk ook veel eerstejaars vogels. Die moeten het ook maar doorkrijgen door instinct. En ja, die ziet andere oudere vogels dat wel doen. Maar ja, het kan best zijn dat het een jonge vogel is die zo zegt van ja, ik voel dat ik dit ga doen. Maar hoe ik dit moet doen, dat moet ik wel even onder de knie krijgen. Nou ja, als je het niet onder de knie krijgt of je mist het, dan kost het natuurlijk veel te veel kracht om naar boven en naar het zuiden te komen. Ja, het is wel echt de bedoeling dat je dit doorkrijgt, ja. Ja. Ja, hij probeert dat wel, hè. Blijf maar. Hij is ook nog relatief veel aan het flappen. Er strijkt nu weer wat neer in die grote braamstruik. Het is allemaal spreeuwen. Een heleboel spreeuwen, ja. Oh, prachtig zeg. Dit zijn spreeuwen van dit jaar, van dit voorjaar? Allemaal van dit jaar, ja. Ze hebben het warm, ze hebben de snaveltjes open om af te koelen. Ik zit wel heel nieuwsgierig aan te kijken, hè, die spreeuw. Dit zal wel echt onbekendheid met de mens zijn. Ja. Die spreeuwen zijn behoorlijk aan het zwermen. Die zie ik maar draaien en keren. Het is ook een mooi gezicht hoe ze bijna gelijktijdig zo door de lucht heen gaan. Hè? Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ze zeven buurtgenootjes in zo'n groep in de gaten houden. Dus als je zeven in de gaten houdt en je ziet dat die dit beginnen te doen, dan ga jij ook dit doen. En de spreeuwen die daar weer vlak bij jou vliegen, die gaan het dan ook doen. En vandaar dat je een soort van wave-achtige golf ziet. Want daar zit natuurlijk een soort van vertraging in. Ja, maar niet heel veel. Je ziet ze best snel met z'n allen. Ja, het is echt in 2 seconden is een groep van 20.000 spreeuwen allemaal gekanteld. Ja. En dat reactievermogen is dus heel groot. En als je inderdaad dus een klein aantal spreeuwen die om jou heen vliegen in de gaten houdt, dan krijg je dat soort bewegingen.